Je leven is pas, je leven is pas, je leven is pas begonnen. Als je een award hebt gewonnen. Je leven is pas, je leven is pas, je leven is pas begonnen. Als je een award hebt gewonnen. Ja, aflevering 6 alweer van de podcast Je leven is pas begonnen als je een award hebt gewonnen. Een podcastserie over het fenomeen verkiezingen in alle soorten en maten. Publieksverkiezingen, vakjury awards. En je kan het zo gek niet bedenken of het wordt in deze podcast besproken. En in deze podcast hebben we het natuurlijk vooral over het organiseren van zo'n verkiezing. Het grootmaken van zo'n verkiezing en wat je er allemaal mee kan. Een verkiezing als middel om doelstellingen te bereiken. En in iedere podcastaflevering weer een gast die centraal staat. Zo ook in deze aflevering, maar daar komen we straks nog even op. Tegenover mij weer mijn vriend en collega Wilfred Romeijn. Welkom Wilfred. Hey Marcel, goedemiddag. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit Wilfred, maar de vorige aflevering, er is eigenlijk nog steeds iets wat me nog bezighoudt. Dat is René van der Gijp. Daar vertelde jij vorige keer iets over, dat hij in een clubhouse over een nieuwe verkiezing had nagedacht. Ja, klopt, hoe zat het ook weer precies? Ja, dat was op Clubhouse, op de app. Hè. Daar werd gevraagd of hij nog ruimte zag voor een nieuwe verkiezing binnen de voetbalwereld. Je hebt daar de Ballon d'Or, de gouden schoen, noem maar op. En dat werd hem gevraagd. En hij had daar niet meteen een antwoord op, maar Michel van Egmond wel, bestsellerschrijver van zijn boek. Ja, daar wou je nog iets over kwijt. Nou, daar wou ik iets over kwijt, want dat heeft mij dus echt bezig gehouden. Ik dacht, Michel van Egmond vertelde, jij had het idee voor een nieuwe verkiezing in het leven te roepen voor het beste interview wat met een voetballer dan wordt afgenomen in een jaar. Ik dacht eigenlijk van René van der Gijp, die heeft ook altijd in die uitzendingen, ik kijk het ook wel eens, dat hij dan een mislukte aftrap laat zien. Oh ja. Ik weet niet of jij dat ook wel eens voorbij ziet komen. Ja, dat het gaat over rechtsbacks. Of over een mislukte aftrap. Ja, hij had natuurlijk vroeger de Manolev Award. Die had hij in het leven kunnen roepen. Maar ik dacht eigenlijk van de week van wordt het gewoon niet tijd voor de aftrap van het jaarverkiezing. Waarin dan René van der Gijp een selectie kan maken. Het publiek kan stemmen. En dan, dan wint degene die aftrap heeft genomen. Ja, die krijgt dan een mooie award. Een soort, ik zat al helemaal voor me. Een beeldje en dan een soort middenstip. Ja, daar neem je natuurlijk de aftrap op de middenstip. Ja, hey, maar als ik even mag, dan moeten toch ook wel voetballers overblijven zonder award. Ik gun jullie je business. Ja, kijk, hier is gelijk iemand aan tafel die ons al helemaal door heeft. Wij willen natuurlijk zoveel mogelijk verkiezingen introduceren. Nee, maar dat, het hield mij nog steeds bezig. Ja, klopt, maar dat gaat dan even voor de mensen die niet zo vaak Veronica Inside kijken. Ja. Dan gaat het om degene die de beroerdste aftrap doet. Hè? Ja, ja, niet per se degene die vanaf de aftrap scoort, maar Ja, het gaat eigenlijk om wie de snelste de bal kwijt is na de aftrap. Ja. Hey, maar dit terzijde, ter zake Wilfred, is je nog iets opgevallen deze week? Ja, nou, onze gast roerde zich al eventjes. We gaan hem zo meteen echt even introduceren. Ja, officieel doen we dat. Officieel. Maar misschien kun je op basis van het stemgeluid al een wild guess doen. Komen we zo meteen op. Ja, deze podcast gaat natuurlijk niet per se over de landelijke verkiezingen. Maar ik zag pas ergens op televisie een interview waar ze aan iemand vroegen of het handig was dat je nu over 3 dagen verspreid kan stemmen. Ja, en eigenlijk was de algemene conclusie van dat wel handig was. Want dan is het minder druk, is het makkelijker om 1,5 meter aan te houden. Nou, dat soort antwoorden kwamen er voorbij. Maar er was ook iemand die zei, dat is hartstikke handig, want als ik dan vergeet, dan kan ik altijd de dag daarna nog gaan stemmen. Dus de conclusie was eigenlijk van, het is gewoon hartstikke handig als je meerdere dagen kan stemmen. Ja, bij de Tweede Kamerverkiezingen is dat dan voor het eerst dat kan. En wat ik denk ook nog wel, dat schiet mij nu te binnen, van je hebt natuurlijk altijd van die opkomstcijfers, het regent of het is te koud en dan komen mensen niet, dan gaan ze mensen niet stemmen. Als je het natuurlijk over 3 dagen verspreidt, zijn die risico's ook een stuk minder groot, hè, denk ik. Ja, klopt. Dus we gaan het zien straks wat die opkomstcijfers worden. Ja, en het is natuurlijk eigenlijk bij iedere verkiezing, want dat linkje wil ik eigenlijk wel meteen even leggen, is het goed om over na te denken hoe lang zo'n stemperiode zou moeten duren. Hè? Want eigenlijk heb je daar hetzelfde fenomeen. Ja, als jij een hele mooie verkiezing organiseert, maar je kan maar 1 dag stemmen, dan mis je natuurlijk een hoop mensen. Aan de andere kant, als je het veel te lang laat duren, dan heeft het ook een beetje, verliest het ook zijn waarde. Misschien nog goed om voor de luisteraar te vertellen dat we daar ooit onderzoek naar hebben gedaan. Ja, diepgravend onderzoek. Ja, dat is wel op basis van statistiek. Hebben we dat bij heel veel verkiezingen doorgemeten. Van wat is nou de ideale periode voor een publieksverkiezing?
En nou ja, dat staat ook allemaal beschreven in ons boek. Je leven is pas begonnen als je een award hebt gewonnen. 4 weken is uiteindelijk de optimale stemperiode voor een publieksverkiezing. En je kan het natuurlijk ook iets langer doen, maar ja, het optimale effect bij 4 weken. Ook belangrijk dat je als politieke partijen de goede datum vermeldt. Ja, is dat niet goed gegaan? Dat is een beetje misgegaan bij de SGP. Oké, dat heb ik niet gevolgd. Ja. Ja, goed. Goeie tip, dan er komt straks nog een gouden tip, maar ja. Dit is wel een hele goede tip. Ja, in iedere aflevering van de podcast weer een gouden tip van onze gast. Maar ik denk, Wilfred, we moeten hem snel gaan introduceren. Ja, want ja, hij staat te trappelen in de coulissen om zich echt in het gesprek te mengen. En dan gaan we hem ook een aantal vragen stellen over de verkiezing waar hij bij betrokken is. Dus kun jij alvast beginnen met de introductie? Ja, dat zal ik doen. Wie zou er nou verwachten dat als je het hebt over zeldzame aandoeningen, dat het over meer dan 1 miljoen Nederlanders gaat? En ja, wie denkt er bij het woord VSOP nou in eerste instantie niet aan een alcoholisch drankje? Degene die dat prima uit kan leggen is de directeur van deze organisatie, die zich inzet voor meer dan 1 miljoen kinderen en volwassenen met zeldzame aandoeningen. Ja, hij en zijn team die reiken jaarlijks de zeldzame Engel Awards uit aan bekende, maar vooral ook minder bekende Nederlanders en organisaties die zich met hart en ziel hebben ingezet voor mensen met een van die duizenden zeldzame aandoeningen. Mensen om trots op te zijn. Waar onze gast ook trots op is, is zijn geboorteplaats Kinderdijk. Een zeldzaam mooi plaatsje in Zuid-Holland. En inmiddels bekend bij alle Nederlandse schaatsers en bovendien bij toeristen wereldwijd. Hij hoopt dat al die kleine zeldzame aandoeningen uiteindelijk net zoveel aandacht krijgen als zijn Kinderdijk. Vandaag de gast in onze podcast is Cor Oosterwijk. Dankjewel. Welkom. Leuk, Cor, dat je er bent. Ontzettend leuk. We gaan het vandaag met jou hebben over de Zeldzame Engel Awards. Een hele bijzondere verkiezing wat ons betreft. Die wij al een tijdje geleden eigenlijk tegen zijn gekomen. En waar we graag in deze podcast wat meer over willen weten van jou. Even terug. De Zeldzame Engel Awards wordt georganiseerd door de patiëntenorganisatie VSOP. Wilfred zei net in zijn introductie van misschien denkt iemand aan een alcoholisch drankje. Maar waar staat VSOP precies voor? Toen wij inmiddels 42 jaar geleden zijn opgericht, toen bedacht iemand dat dat stond voor Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties. Dat is een beetje lang, dus dat hebben wij losgelaten. Dus we gebruiken alleen nog de afkorting. Een omroep als de VPRO weet ook niemand meer wat het betekent. En VSOP heeft toch ook wel leuke associaties, dus we houden het maar zo. Vandaar de VSOP. Ja, dus die naam die blijft gewoon nog steeds zo. Ja. En jij bent daar de directeur van. Ja. Doe je dat al lang? Ja, dat doe ik al 20 jaar. Dus ik ben niet bepaald een jobhopper. Maar elke dag is anders en is boeiend. En de ene dag doe ik wat in Den Haag en de andere dag in Brussel. En op zaterdag sta ik de bomen van het kantoor te snoeien. Dus het is een heel veelzijdig vak, zeg maar. Ja, mooi, mooi. Ja. En de Zeldzame Engel Awards, die is ooit ontstaan in 2009, als ik het goed heb. Klopt. Ja, toen heeft er iemand bij jullie, of misschien ben je het zelf wel geweest, die heeft bedacht van laten we een verkiezing gaan organiseren. Hoe is dat gegaan? Nou, er komen wel goede ideeën bij mij vandaan. Maar of deze ook bij mij vandaan kwam, weet ik niet meer. In ieder geval hadden wij het jaar daarvoor, in 2008, en dat was een schrikkeljaar, hadden wij hier om de hoek in Madurodam, vierden wij de eerste zeldzame ziektedag. En dat was geen Nederlandse dag, dat is in het kader van International Rare Disease Day. En toen dachten we van ja, dat is mooi, maar hoe kunnen we dat nu voor met name de media nog interessanter maken? En toen hebben we daar dus ook de Zeldzaam Engel Award aan gekoppeld. En zo is het gekomen. Dus slechts 1 zeldzame ziektedag is zonder de Zeldzame Engel Awards gepaard gegaan. En dat was die van 2008. En was dat toen meteen al het idee om dat jaarlijks terug te laten keren? Of was dat een... Nou, eigenlijk niet. Want ooit vond iemand, schrikkeldag is een zeldzame dag. Die gaan we gebruiken voor de zeldzame aandoeningen. En dat bleek zo'n succes. Toen met name nog in Europa wat betreft bekendheid en aandacht vanuit de media. Dat toen bedacht is van dat gaan we ieder jaar doen. En zo geschieden. Maar nog steeds is die op de schrikkeldag is natuurlijk wel een heel bijzondere. Maar ieder jaar is Zeldzame Ziektedag. Dus afgelopen zondag hadden wij weer de Zeldzame Ziektedag. En dit keer helemaal online digitaal, denk ik? Helemaal online digitaal. Dus we hebben wat patiënten geïnterviewd. En we hadden veel succes op sociale media. Edoch,
Wij hadden geen zeldzame Engel Awards. Want we kijken de mensen graag in de ogen en we geven ze graag een echt bloemetje. Dus we hebben dat uitgesteld tot later dit jaar in de hoop dat het dan weer normaal kan. En hadden jullie dat in een vroeg stadium al besloten om dit jaar geen verkiezing te doen? Of heb je dat het voortraject al wel opgestart met mensen nomineren? Nee, dat hadden wij al vrij vroeg besproken. En het kwam ons in die zin ook wel goed uit dat het de tweede helft van vorig jaar erg druk was. Al dus geschieden. Ja. Dan stellen we het maar een halfjaartje uit. Ja. En een vraag die wij eigenlijk altijd stellen aan iemand die een verkiezing organiseert, dus ook aan jou, is in 2009 is die verkiezing ontstaan. Met welk doel? Wat is jullie belangrijkste doel van de Zeldzame Engel Awards? Nou kijk, alleen al, het is heel fijn dat jullie ons gevonden hebben. Dus zo onbekend was het ook weer niet. Maar die zeldzame aandoeningen zijn toch heel onbekend en in de vergetelheid. Het doel was toch vooral meer aandacht genereren voor zeldzame aandoeningen. En dan hoop je niet alleen dat mensen opeens weten van zeldzame aandoeningen is nog niet zo zeldzaam, want er zijn heel veel zeldzame aandoeningen en bij elkaar dus een miljoen mensen in Nederland. Maar je hoopt ook dat dat effect heeft, dat ook de politiek zich opeens meer bewust is van daar moeten we wat mee in de gezondheidszorg, dat fondsen zich meer bewust worden. Dus al dat soort neveneffecten hopen wij te creëren door zeldzame Engel Awards uit te reiken. In de eerste plaats of in de tweede plaats of wat is eerst en wat is twee? Gaat het natuurlijk om dat we mensen die zich daadwerkelijk inzetten voor patiënten met zeldzame aandoeningen, dat we die in het zonnetje zetten, want dat doen ze heel vaak in de vergetelheid. En we merken dan ook dat ze altijd zeer vereerd zijn en soms ook tot tranen geroerd wanneer ze zo'n award uitgereikt krijgen. Ja, want dat is nog even belangrijk om te vertellen. De Zeldzame Engel Awards, het is dus eigenlijk een award voor iemand die zich inzet voor mensen of patiënten met een zeldzame aandoening. En dat kan een bekende Nederlander zijn, onbekende media, dat kan eigenlijk. Ja, we hebben twee hoofdcategorieën en dat zijn medisch professionals en dat zijn patiënten zelf. Want heel veel patiënten zetten zich via een organisatie jarenlang in voor andere patiënten vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid. We hebben ook diverse jaren een media award uitgereikt. Met ook weer dat doel van extra aandacht en ze zelf ook een beetje in het zonnetje zetten als aandacht geven aan zeldzame aandoeningen. Dus we hebben bijvoorbeeld een keer BNN Vara in het zonnetje gezet, omdat die zal het maar hebben. Het programma loopt nog steeds, er komen heel veel zeldzame aandoeningen in voor. We hebben Humberto Tan een keer in het zonnetje gezet, omdat hij heel vaak mensen met een zeldzame aandoening in zijn show had toen. En we merken toch wel dat werken. Johnny de Mol ook niet te vergeten. Ja, maar nog meer, zeg maar, gewone mensen, niet bekende Nederlanders, hebben al die tijd een award gekregen. Mooi. En die kandidaten die moeten zich aanmelden, of tenminste, die worden aangemeld door familie, vrienden, collega's die dat zien. Ja. Over hoeveel kandidaten heb je het gemiddeld bij een editie? Nou, dat zullen er zo'n tussen de 10 en de 20 zijn. Zijn de kandidaten en daar gaat dan de vakjury die jullie samenstellen. Ja, zeker, ja. Ja, en is het een vakjury die ieder jaar dezelfde mensen heeft of wisselt dat? Of hoe heb je dat een beetje gewaarborgd? Een deel is vast en de winnaars van het ene jaar die worden toegevoegd aan de jury van het volgend jaar. Ja, en daarna vertrekken ze weer. Dus eenmalige eer. Ja, eenmalige eer. Voorkomen we dat het een old men's network wordt en komen er ook wat frisse jonge mensen in zo af en toe. Maar aan de andere kant, het gebeurt heel professioneel en deskundig en streng. Dus je moet ook wel even weten hoe dat het gaat, zo'n jury en de regels die daar gelden. Ja. Moet je daar hard voor werken om die mensen aan boord te krijgen, die vakjuryleden? Kijk, die oud-winnaars kan ik me voorstellen dat die al snel zeggen van tuurlijk doe ik dat. Nee, want dat zijn toch allemaal wel mensen die het ook zelf enorm belangrijk vinden dat er veel meer aandacht naar zeldzame aandoeningen gaat. Het zijn niet alleen mensen vanuit onze organisatie, maar ook vanuit andere sectoren. Er is bijvoorbeeld ook een zeldzame ziektefonds hier in Den Haag. Nodigen we ook uit voor de jury om een zo divers mogelijk gezelschap daar goed naar te laten kijken. Ja, een andere vraag die ik heb, Cor. 2009, de eerste editie. Dus dat is al ruim 10 jaar dat jullie dat doen.
Is die verkiezing nou heel veel veranderd? Ten opzichte van de eerste hebben jullie heel erg andere elementen toegevoegd? Of zeg je van, nou, eigenlijk is het nog exact hetzelfde zoals het 10 jaar geleden was? Nou, het is wel een beetje veranderd. We hebben bijvoorbeeld pas later hebben we ook die Media Award toegevoegd. Wat we in het begin ook deden, is dat we ook alle kandidaten op het podium riepen. En als men dan toch niet een award gekregen had, bleek toch dat men dat altijd dan niet zo fijn vond. Dus daar zijn we van afgestapt. En nu maken we alle kandidaten wel bekend in een PowerPoint-presentatie of in een filmpje. En als ze dat niet willen, doen we dat niet. Dus op die manier hebben we de formule een klein beetje aangepast. Wat ook misschien wel aardig is te vertellen, de award... Maar als ik even mag onderbreken, zijn er ook mensen... Want je zegt van, nou, als ze het niet willen, maar zijn er ook mensen die die prijs dan niet willen hebben? Nee, iedereen wil de prijs hebben, maar iedereen is zeer teleurgesteld als men de prijs niet krijgt en wel genomineerd is. Maar wij vinden alleen de nominatie toch ook al een hele eer. Ja. Maar ja, sommige mensen hebben dat dan toch soms wat anders ervaren. Ja. Dus nu zijn we daarin wat voorzichtiger geworden, ja. Ja, maar je wilde even iets vertellen over wat aardig was om te vertellen. Ja. Nou, die award dat bestaat uit een tamelijk abstract beeldje. Maar dat bleek niet één beeldje te zijn. Zo ontdekten wij gaandeweg. Het ene beeldje is een mannetje en het andere is een vrouwtje. We hebben nog geen onzijdig beeldje, dat zou tegenwoordig wel moeten. Maar het ene is een mannetje, het andere is een vrouwtje. En dat ontdekten wij pas gaandeweg. En eigenlijk is het de bedoeling, als je lang genoeg van tevoren weet wie er gekandideerd is, dat je voldoende mannetjesbeeldjes en vrouwtjesbeeldjes in huis hebt. Ja. Dat kan je ook niet al te gek maken, want ze zijn ook niet goedkoop. Ze worden door kunstenaren hier in Den Haag gemaakt. Mm-hmm. Maar we hebben dus ook wel eens mannetjes aan vrouwtjes en vrouwtjes aan mannetjes uitgereikt. Ja. Maar die weten dat zelf ook waarschijnlijk niet, want het springt er niet uit, zeg maar, dat het een mannetje of een vrouwtje is. Ja. Die mensen die gaan, als ze dit luisteren, gaan ze even op de schoorsteenmantel kijken. Alsnog kijken van, wat heb ik nu eigenlijk gekregen? Ja. Mooi, we hadden pas hier Sanne van de Shaking Tree Award. En die vroegen ook van, nou ja, hoe zie je de toekomst van deze verkiezing? Blijf je hem organiseren in de toekomst? Die zei van, ja, we hebben al zoveel awards op voorhand hebben aangeschaft. Ja, dus, 25 had ze er nog in voorraad. Die moeten allemaal nog op, dus die gingen nog even door. Nou, wij hopen nog heel lang door te gaan, maar we schaffen ze niet van tevoren aan. Ja, mooi. Een van de dingen die natuurlijk heel belangrijk is bij zo'n verkiezing, je hebt nu een beetje verteld van, dat de kandidaten zich melden of gemeld worden. Je hebt een vakjury die de beoordeling doet. Je hebt een event waar de awards worden overhandigd. Bereik, media, zei je net al, is heel erg belangrijk. Wat zijn jouw ervaringen daarmee? Lukt het jullie om die winnaars ook goed voor het voetlicht te brengen in de media? Zitten die s'avonds bij Jinek aan tafel? Of zijn die te gast op Radio 1? Kan je daar iets over vertellen? Het wisselt. Kijk, die zeldzame ziektedag die valt meestal in de vakantieperiode. Dan is het qua nieuws wel rustig. Mm-hmm. Tenzij op die dag, zoals vorig jaar, ook de eerste COVID-patiënt door de minister in een tv-programma aangekondigd wordt. Ja, dan zakken de awards een beetje in de vergetelheid. Ja. En wij hopen dus altijd dat het politiek gezien in Nederland en wereldwijd een beetje rustig blijft. Want anders dan gebeurt er weinig. Maar over het algemeen zijn we heel erg tevreden over de aandacht die het genereert. Ik heb toch al gauw en mijn medewerkers ook een 3 tot 5 radio-interviews op zo'n dag of de dag ervoor. Met het oog op morgen zaten we 2 jaar geleden. Telegraaf en Hart van Nederland weet ons altijd te vinden. Dus dat valt niet tegen en daar zijn we heel blij mee. Ja, mooi. Ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk als dat lukt. Hè? Want daarmee krijg je ook echt die verhalen over die zeldzame ziektes naar voren. Als je nou even om de mensen die luisteren te inspireren. Kan jij het verhaal van een van de recente of misschien minder recente winnaars nog voor de geest halen? Wat je altijd bij zal blijven. Een van de winnaars en wat die heeft gedaan. Wat was de reden waarom die een award heeft ontvangen? Nou, natuurlijk in al die jaren heel wat winnaars voorbij zien komen. Ja, nou ja, kijk, wat wel heel, heel bijzonder is. Kijk, er is een grote variatie als het gaat om zeldzame aandoeningen. Hè. Je hebt mensen die worden er heel oud mee en zitten levenslang in een rolstoel. Maar er zitten ook heel veel toch wel ernstige aandoeningen bij, waarbij kinderen niet oud worden.
In het Maxima Oncologisch Centrum in Utrecht bijvoorbeeld, dat zijn vrijwel allemaal zeldzame aandoeningen, want ook kanker zijn vaak heel vaak zeldzame aandoeningen. En wat mij altijd heel erg raakt, is dat wat je ziet, is dat zelfs ouders van een overleden kind, dat die zich daarna nog heel lang in blijven zetten, of een leven lang in blijven zetten, om iets te betekenen, om een medicijn te vinden voor de aandoening van dat kind. Dat inspireert mij. En zo hadden we ook een van de laatste jaren, ik dacht zelfs vorig jaar, een moeder die in zo'n situatie verkeerde en die toch heel erg geroerd was dat die inzet die ze niet alleen had gedaan voor haar eigen kind, maar ook voor alle kinderen met die aandoening, dat die op die manier erkend werd. En dat is iets wat mij raakt. Kijk, de hele media award, die mensen zijn wel wat gewend. Mm-hmm. En die hebben veel liever, denk ik, de televisiering dan de zeldzame engelenwoord, helaas. Dat soort dingen raakt mij dan zeker. En die mediawoord, ik vind het wel erg leuk om te doen. Want je komt nog eens op de foto met een BN'er en dergelijke. Mm-hmm. Dus het heeft alle twee zijn bijzondere kant, de diverse awards die we uitreiken. Ja maar het zou, je zegt van, ze vinden die televisiering belangrijker. Maar het zou best kunnen zijn dat als ze aan het einde van hun carrière terugkijken. En als je ze vraagt van, welke award had je niet willen missen? Dat ze toch de zeldzame Engel Award noemen. Ja, hoop ik. Ja. Zeker, ja. Ja, dat zou best eens kunnen. En dat is. Kijk, het gaat natuurlijk ook heel erg om bewustwording bij deze award. En dat doe je natuurlijk echt wel met door die verhalen te delen. Hè, wat je net ook vertelt van ouders van een overleden kind die zich blijven inzetten om die zeldzame ziekte verder de wereld uit te helpen eigenlijk. Nou. Ja, dat zijn natuurlijk enorm inspirerende verhalen. Doen jullie daar ook nog actief iets mee? Bewustwording van er zijn zeldzame ziektes, maar uiteindelijk moeten die, het mooiste is als die worden opgelost. Gebruiken jullie de verkiezing daar ook nog voor? Dus ik zit even te denken meer in de richting van, koppel je er nog iets van fondsenwerving aan of doe je iets daarmee rondom de verkiezing? Ja, een beetje wel. Want wat wij meestal ook wel doen, als het kan, hè. Nu kan dat niet tijdens zeldzame ziektedag, is een event organiseren. Mm-hmm. Onze eerste zeldzame ziektedag was in Madurodam. Dus alles ook een beetje klein, hè? Dus vandaar symbolisch, de associatie. Symbolisch, een goede locatie. Ja. En vorig jaar was die ook weer in Madurodam. En meestal hebben we dan wel een bijeenkomst met een bepaald thema. En die maakt het dan aantrekkelijk om daar aandacht aan te besteden. En er zijn ook heel veel patiënten, dus diverse tv-programma's komen dan ook wel langs om zo iemand te interviewen. En op die manier benutten we dat. En wat je ziet, dat dan ook allerlei bedrijven het wel interessant vinden om dan met hun naam in beeld te komen. Dus meestal weten we daar ook wel enkele duizenden of soms tienduizenden, maar dan overdrijf ik al een beetje aan fondswerving aan te koppelen. Ja, want dat lijkt me ook nog wel iets wat natuurlijk bij iedere verkiezing speelt, hoor. Maar van hoe creëer je budget om een verkiezing te organiseren? Dat lijkt me bij jullie ook een issue, wat natuurlijk altijd speelt. Je zou altijd meer budget willen hebben om het bereik groter te maken en de verkiezing groter te maken. Hoe doen jullie dat nu? Kijk, het is altijd hangen en wurgen, want wij hebben in financieel opzicht niet zoveel vetten op het lijf. En het gaat ook niet erom dat dit ons verdienmodel is, want het gaat in eerste plaats om de aandacht die het genereert. En als dat toevallig nog wat geld in het laadje brengt, dat is een druppel om het groeiende platen. Als het gaat om hoeveel geld er nodig is om echt goede therapieën te ontwikkelen, natuurlijk. Dus daar gaat het om. Het is altijd meegenomen. Wat ons streven vooral is toch om nog veel meer publiciteit te krijgen hiervoor. En het nog meer in de media te krijgen dan nu het geval is. Ik zou graag een keer een award uitreiken aan een minister, omdat hij zich in het bijzonder heeft ingezet, of een politicus voor de zeldzame aandoeningen. Dus bij deze Hugo de Jonge. Als je echt complimenten wil krijgen, dan weet Hugo de Jonge wat hij moet doen. Dus op die manier nog bekender te worden en nog meer gewaardeerd, dat zou mooi zijn. Ja. Heeft het ministerie nu een rol binnen jullie verkiezing? Misschien iemand die in de vakjury plaatsneemt, of zijn ze erbij betrokken? Nee, ze weten er wel van en ze zullen het ongetwijfeld waarderen, maar zover gaat die betrokkenheid nog niet.
Maar goed, als een minister, staatssecretaris of fractievoorzitter hem een keer krijgt, dan zit hij het volgend jaar ook in jury. Ja. Dus dat is toch een mooie carrière, zou ik denken. Precies. Dan heb je al 2 jaar. Twee jaar daar profijt van. Ja, en ik denk ook wel, als ik dit zo hoor, dat het natuurlijk een hele logische stap zou zijn om eigenlijk te kijken, hoe kan je inderdaad ook politiek Den Haag eigenlijk dichter bij deze verkiezingen krijgen. En daarmee ook natuurlijk jullie belangen organisatie van de zeldzame ziektes, om daar weer draagvlak en aandacht voor te krijgen. Ja. Dus iets anders wat me nog bezighoudt is, jij noemde net bijvoorbeeld Johnny de Mol, hè? Jij zei van, dat is ook iemand die zich altijd inzet voor mensen met zeldzame ziektes of sowieso met ziektes. Hebben jullie ook wel eens overwogen om een BN'er echt als boegbeeld aan je verkiezing te koppelen? Of om dat te vragen? Van, zou jij misschien gewoon het gezicht van de verkiezing willen worden? Want dan gaan er natuurlijk ook allerlei deuren weer ineens open. Zeker. Dat zou mooi zijn. En de meeste fondsen hebben natuurlijk wel een ambassadeur of BN'er eraan gekoppeld. Als zo iemand dat op een goede manier zou kunnen doen en het goede verhaal weet te vertellen en met de oprechte bedoelingen zou doen, dat zou fantastisch zijn. Dus bij deze is de vacature opengesteld. Ja, mooi. Ja, dan wel 2 oproepen in deze podcast. Mooi. Ja, één voor Hugo de Jonge en dan één voor een BN'er die zich wil inzetten voor deze verkiezing. Maar ik denk dat dat ook nog wel. Je ziet natuurlijk bij meer verkiezingen waarbij er echt een gezicht van een verkiezing ontstaat. Ik weet nog de verkiezing van de minister van de gehandicapte zaken. Dat is iets wat Lucille Werner op de kaart heeft gezet. Zij heeft natuurlijk ook richting tv allerlei connecties. En dat is haar ook gelukt, om die verkiezing echt op tv. En zij is echt het gezicht van die verkiezing ook geworden daarmee. Dus ik denk dat dat ook nog wel kansen biedt. Maar het is niet eenvoudig. Maar Lucille is nu de politiek in. Ja. Dus als ze nog een keer een goede daad wil doen, dan kan ze minister van zeldzame aandoeningen in het leven proberen te roepen. Daar zouden we haar zeer dankbaar voor zijn. Ja. Het wordt bijna inderdaad heel verleidelijk om die verkiezing te kopiëren. Van de minister van gehandicaptenzaken, die was een succes. We gaan dat ook doen. Ja, mooi. Even terug naar een van de dingen die je in het begin van deze podcast vertelde. Je zei eigenlijk van die dag in Madurodam in 2008, denk ik. Dat was internationaal. Wordt deze verkiezing ook in het buitenland georganiseerd? Nou, de dag die is altijd al internationaal geweest, hè, maar wij noemen hem hier in Nederland dan de Zeldzame Ziektedag. Hij wordt wereldwijd nu georganiseerd en tot Zuid-Amerika, China, everywhere. In eerste instantie was het een Europees gebeuren. Dan zou je zeggen, is er dan ook een Europese award? Die is er, alleen die heet daar dan de Black Pearl Awards. En dus dat is zeg maar onze concurrent op Europees niveau. Dus onze zeldzame Engel Awards, dat zal wel Nederlands gebeuren blijven. Maar er gebeurt op Europees, internationaal niveau iets vergelijkbaars. Ja, maar daar wordt niet samengewerkt. Jazeker, jazeker. Alleen dat zijn dan vooral professionals en patiënten en andere organisaties die zich of Europees of wereldwijd hebben ingezet. En ons award richt zich vooral op mensen die zich binnen Nederland verdienstelijk hebben gemaakt. Ja. Cor, je vertelde net, je hebt 10 tot 20 hele mooie kandidaten voor zo'n award. Hè? Dus dat zijn mensen die zich echt hebben ingezet en echt zich onderscheiden hebben voor de zeldzame ziektes in Nederland. De vakjury kijkt nu naar die kandidaten. Hebben jullie wel eens overwogen om ook misschien het publiek een stem te geven? Door te zeggen, we gaan deze 20 kandidaten op een website plaatsen. En het publiek mag ook stemmen wie zij nou het meest inspirerend vindt. En dan zou je misschien ook 2 awards kunnen uitreiken. 1 vanuit het publiek en 1 vanuit de jury. Is dat ooit ter sprake gekomen? Er is niet heel diep over nagedacht. En mijn eerste bezwaar zou ook zijn van, je hebt zeldzame aandoeningen en ook hele zeldzame aandoeningen. En mijn gevoel bij zo'n publiekstemming is dan toch wie je weet te mobiliseren. En als er maar 5 patiënten in Nederland zijn, en dan is het toch moeilijker dan wanneer je 5000 patiënten in Nederland hebt. En dan is het ook nog steeds zeldzaam overigens. Mm-hmm. Wij vertrouwen op de deskundigheid van de vakjury vooralsnog. Ja. Hoewel het wel zou helpen natuurlijk om ook weer meer bekendheid te krijgen. Dus
wellicht nog eens. Ja, de vraag is natuurlijk ook of de mensen die gekandideerd zijn, die kandidaat zijn voor zo'n award, of die het ook zouden willen, omdat dan iedereen op hem of haar kan gaan stemmen. Dat kan natuurlijk heel leuk zijn en eervol. Sommige mensen vinden, die worden er ook een beetje verlegen van. Denk van, ik heb al genoeg aandacht. Ja, misschien moeten we het eens uit gaan proberen, dat we het in eerste instantie voor spek en bonen doen, van dat men toch ziet van hoeveel aandacht men daar mee weet te krijgen. Maar dat we op een of andere manier dat toch een beetje evenwicht brengen in de hoeveelheid patiënten die er zijn. En dus hoeveel potentiële stemmen. Familieleden, vrienden, bekenden, overgrootoma's enzovoort, je weet te mobiliseren. Ja, we hebben daarbij een aantal andere verkiezingen, bijvoorbeeld de MS at Work Awards. Nou, daar komen we straks nog even over te spreken, omdat de organisator daarvan is de gast in onze volgende podcast. Dus daar mag jij straks een vraag voor gaan bedenken. Daar hebben ze ook echt bewust voor gekozen om een aantal hele mooie cases. Hè. Dus daar gaat het om patiënten met de ziekte MS. En vooral de werkgevers van die mensen, die worden in het zonnetje gezet via die verkiezing. Daar hebben ze er echt voor gekozen om die hele mooie voorbeelden, inspirerende voorbeelden, om die juist een podium te bieden en naar buiten te brengen en tegen het publiek te zeggen van willen jullie stemmen? En wat je daarbij wel ziet is dat dus al die genomineerden hun achterban, en dat zijn inderdaad vrienden, familie, kennissen, gaan oproepen om te stemmen. En die komen daar ook weer mee in aanraking met het thema, in dit geval met het thema MS en hoe belangrijk dat is om die ziekte te gaan verslaan. En ook weer daar fondsen voor te werven. Dus dit kan ook wel weer een vliegwiel-effect zijn. Ja. En wat we ook zien is, die mensen zoeken ook weer de media op. Dus dan staat er in de huis-en-huiskrant een artikel en in de regionale media, et cetera. Dus het is een idee. Nou, maar ik denk dat het daar, kan het zeker nuttig zijn. Want het heeft dan ook te maken met je imago als werkgever. En daar wil je natuurlijk zo goed mogelijk uit de verf komen. Ja. En ik denk dat daar zo'n publieksstemming ook dan heel functioneel kan zijn. Ja. Ja, leuk. Wat ik straks nog even van je wil weten, Cor, denk daar alvast over na, is wat is er wel eens heel erg misgegaan rondom de zeldzame Engel Awards? Misschien heb je nog iets wat je daarover wilt delen. Denk daar rustig even over na, want in deze podcastserie hebben we ook een vaste rubriek die heet De Hollandse Nieuwe. Dan gaat het niet om vis, maar wel om een verkiezing die nieuw ontstaan is. Wilfred, jij houdt dat allemaal bij. Je hebt weer een nieuwe Hollandse Nieuwe, neem ik aan, toch? Ja, nee, inderdaad. En dit keer is dat... Even wachten voordat ik je verder gaat. Nog geen jingle? Je mag hem live inzingen nu. Oké, nou, dan ga ik even mijn best doen. Of gillen. Ik laat het toch over aan mensen die dat echt kunnen. Maar kom er maar in, ga maar door. Ja. Nee, de Hollandse Nieuwe die we deze keer behandelen is de tienermoeder van het jaar verkiezing. Nee, dat is een verkiezing die jonge moeders in een positief daglicht wil zetten. En we laten zien dat ook juist zij een positieve benadering en vertrouwen nodig hebben. En we hebben de organisatie die uit dames bestaat, die zelf ook als tiener moeder zijn geworden. Die hebben we even gesproken en zij geven aan dat elke jonge moeder eigenlijk dezelfde kansen, open benadering en hetzelfde respect verdient als elke andere jonge vrouw. Nou, en die boodschap willen ze door middel van een verkiezing overbrengen. En dat lukt ze op deze manier ook heel erg goed. Want ze krijgen met de verkiezing volop aandacht in de media. En het leuke is, zonder dat ze daarvoor commercials hoeven in te kopen of wat dan ook. Maar gewoon echt free publicity. Ja. Briljant idee, ja. Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad voor die moeder zelf is dat natuurlijk een enorme impuls als je dan genomineerd wordt voor zo'n verkiezing. En wat jij ook zegt, hè, dat de awareness, dus inderdaad de bewustwording ervan. En, Ja, daar hangt heel veel negativiteit omheen. En waardoor de jonge moeders zich vaak niet gesteund voelen. Mm-hmm. Die hebben dat ook nodig. Ja, een mooi voorbeeld van hoe een verkiezing kan werken eigenlijk. Hè, en waar je het voor kan inzetten. Mooi. Mooi voorbeeld. Nou, ik ben nu alweer benieuwd naar de volgende podcast aflevering. Wat je dan weer voor Hollandse Nieuwe hebt gevonden. Cor, gaan we weer terug naar jou. Wat is er wel eens heel erg misgegaan? Nou, wat er leuk mis kan gaan, dat ik al verteld, hè? Wat er leuk mis gaan is dat je niet realiseert dat er een mannetje en een vrouwtje een woord is. Ja. En dat je de verkeerde uitreikt. Dat had die kunstenares gewoon helemaal niet verteld. Zonder dat een woord... dat was niet rechtstreeks via ons gegaan. Het bestellen en ontwikkelen van de onderwoord. Dus dat was een communicatiefoutje. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk wel een leuke en dat kon weinig kwaad. Maar
wat minder leuk is, is dat iemand is voorgedragen en dat hij uiteindelijk niet is voorgelegd aan de jury. Vanwege andere communicatiefoutjes. Niet direct in de database met aanmelding gezet, bijvoorbeeld. Ja, dat moet je voorkomen. Had ik je liever niet verteld. Maar goed, je vroeg er iets wat fout kan gaan. Ja, dat soort dingen kunnen fout gaan. En dan doe je je best om je verantschuld te maken. En bied je aan natuurlijk dat ze graag weer mee kunnen doen in de volgende verkiezingen, een jaar later. En er zit niks anders op dan zo deemoedig mogelijk te zijn in zo'n geval. Ja, hoe lang is dat geleden, Cor? Heel lang geleden. Het is wel mooi om te zien, want we vragen dat eigenlijk aan ieder gast in deze podcast van wat is er misgegaan? En overal blijkt eigenlijk wel eens een keer iets te zijn misgegaan. Maar ondanks dat zijn er toch altijd weer vervolgedities gekomen. Ja. Nou ja, wat je toch ook ziet daarin, en dat is ook wel een beetje een rode draad in die mislukkingen. Soms heb je briljante mislukkingen, die uiteindelijk briljant blijken te zijn, maar soms zijn ook gewoon dingen die echt mislukken. Ja, een verkiezing organiseren is mensenwerk. Hè. Er komen gewoon mensen aan te pas. En dat is ook het voorbeeld wat jij nu noemt, van het opnemen van een aanmelding in een database. Ja, als dat niet via een geautomatiseerde website gaat. Ja, maar het is mensenwerk, maar het is ook professioneel werk. Dus ik raad iedereen aan, vooral met jullie in zee te gaan als je zoiets organiseert. Dan weet je zeker dat het goed gaat. Ja, nou, ook bij ons blijft het mensenwerk. Dit lijkt wel voorbesproken, hè? Ja, nee. Je had toch zo'n commercial ping nog even. Moeten we die erin? Ja, mooi. Als je me nou. De jingle van de ster nog erin monteren. Nee, maar dat is leuk dat je dat zegt. Ja, tuurlijk, kijk, wij proberen zoveel mogelijk van dat soort procedures wel helemaal te optimaliseren. Dat hebben we ook gedaan op heel veel gebieden. En gelukkig gaat ook eigenlijk dat allemaal goed. Maar wij zeggen ook, het blijft mensenwerk, dat is ook leuk. En we hebben in ons boek ook een aantal, we staan 60 verkiezingen in ons boek. Je krijgt het boek mee, Cor, want ook de zeldzame engelwoord staat erin. Maar daar hebben we ook een aantal verkiezingen opgenomen waar er van alles mis is gegaan. Om ook even te laten zien van het is zo eenvoudig is het allemaal niet. Ja. Dat gaat van een klein beetje mis tot helemaal mis. En dat zijn ook wel de smeuïge verhalen rondom zo'n verkiezing die dan ontstaan. Cor, als je naar de toekomst kijkt, hè, stel over 10, 20 jaar, hoe zie jij de toekomst van de zeldzame Engel Awards? Nou, zolang het een goede formule blijft. En dat is het. En ik zie geen reden waarom dat zou veranderen. Dan hoop ik in de eerste plaats dat ze nog meer landelijke bekendheid krijgen dan nu het geval is. En dat ze niet ondersneeuwen als er toevallig een net iets minder zeldzame aandoening zoals COVID-19 opduikt. Mm-hmm. Ik hoop ook dat de VIP's en de BN'ers en de politici van Nederland in blijde verwachting zijn of zij uiteindelijk ook zo'n award toegekend krijgen, daar echt naar uit gaan kijken en zeer teleurgesteld en chagrijnig zijn als ze hem niet krijgen, wat nu nog niet het geval is, op dat niveau. En dat moet wel echt gebeuren, want we hebben het toch over zo'n 6-8% van alle Nederlanders die met een zeldzame aandoening is behept. En dat zou men zich toch wel een klein beetje aan mogen trekken, behalve dat het natuurlijk heel interessant is om dit soort mensen met hun verhaal voor de microfoon en de camera te hebben. Maar ook op andere manieren zou men toch zich hun lot aan moeten trekken, denk ik. Eigenlijk hoop ik dat ze op een gegeven moment niet meer nodig zijn in die vorm, omdat er zoveel goede zorg en goede therapie en goede medicijnen zijn voor zeldzame aandoeningen, dat je het verschil niet meer ziet wat betreft goede gezondheid tussen een zeldzame en een wat minder zeldzame aandoening. Ja, dat is natuurlijk jullie ultieme doel eigenlijk. Dan maak je jezelf overbodig bijna. Ja, zeker. Nou ja, dat zijn hele mooie ontwikkelingen. Hè. Heel veel zeldzame aandoeningen hebben toch te maken met erfelijkheid en genetica. En er is nu allerlei gentherapie in ontwikkeling. Dus daar gloort echt wel hoop voor heel veel zeldzame aandoeningen. Maar het zal ook nog wel even duren. Ja. Ja, iets anders, Cor, is dat wij in deze podcastserie ook jij mag een vraag stellen aan onze volgende gast. Maar dat betekent ook dat onze vorige podcastuitzending, daarin was Misha Bruinvels te gast. Hij is jarenlang betrokken geweest bij de World Press Photo verkiezing. En afgelopen jaar ook bij de Zilveren Camera. En hij heeft jou gevraagd wat nou precies het
bereik is van de Zeldzame Engel Awards. Hij vertelde in de vorige podcast-uitzending dat hij de verkiezing nog niet kende. En ja, hij zei eigenlijk een beetje hetzelfde wat jij zei. Van ja, eigenlijk zou toch iedereen dit moeten kennen. Dus heb jij daar enige cijfers van? Wat is nu het bereik van deze verkiezing? Heb je dat ooit kunnen meten in iets, in bereik? Of is dat lastig? Of? Nou ja, wat wij altijd doen is alle media-uitingen rond zondag die er zijn geweest, brengen we in beeld. Mm-hmm. En nou, dat is dan toch vaak wel een rijtje wat richting de 50 gaat. Vervolgens zou je dat kunnen koppelen aan hoeveel mensen op dat moment naar Met het Oog op Morgen hebben geluisterd. Ik noem maar even wat. Ja, die research passen we daar niet toe. Maar ja, we hopen in ieder geval dat bereik toeneemt. En we werken graag samen met World Press Photo om ervoor te zorgen nog iets meer viral gaat. Je kent het gezegde, heb je wel eens een normaal iemand ontmoet en hoe was dat? Deze mensen zijn allemaal bijzonder en ze hebben bijzondere verhalen en soms ook een bijzonder voorkomen vanwege hun aandoening. Dat betekent dat ze altijd heel fotogeniek zijn. Dus bij deze uitgenodigd om ze op die manier onder de aandacht te brengen wereldwijd. Ik vind het een briljant antwoord. Ja, nee, mooi de bal teruggekaat. Ja, heel goed. Nee, mooi. Ja, heel goed, heel goed. Ja, dat betekent ook, Cor, dat jij een vraag mag stellen aan onze volgende gast. Dat is Leontine Heijsen van de MS at Work Award. We hadden het er net al even over. Ja, het MS-fonds is organisator van deze verkiezing. Waarbij het natuurlijk gaat om die bewustwording van het belang van goed werkgeverschap voor patiënten met MS. Wat zou jij Leontien willen vragen? Nou, ik vind het in de eerste plaats wel mooi dat ik van het MS-fonds deze vraag krijg. Want MS is net geen zeldzame aandoening, maar kampt met dezelfde problemen. Is ook nog in therapie en is ook invaliderend. En is wel redelijk bekend, maar dat kan ook altijd nog beter. Dus fantastisch dat ze deze prijs instellen feitelijk voor goed werkgeverschap. Past de werkgever de omgeving aan dat iemand zo lang mogelijk op een goede manier kan blijven werken? Ik zou willen vragen, eerst zou ik de complimenten willen geven dat ze zoiets doen. In de tweede plaats zou ik willen vragen, zouden jullie dit willen verbreden op een gegeven moment naar nog veel meer aandoeningen? Want het speelt natuurlijk niet alleen bij MS, dat mensen feitelijk veel langer door zouden kunnen werken. Maar vroegtijdig af moeten haken vanwege hun handicap, omdat de werkgever onvoldoende bereid is tot het treffen van bepaalde aanpassingen. Ja. Dus dat is mijn vraag. Dat lijkt me een hele mooie vraag. En het klinkt inderdaad als een heel goed idee, hè, om die aandacht voor goed werkgeverschap veel breder te trekken dan alleen MS. Dus we gaan dat zeker aan Leontien voorleggen. En haar antwoord hoor je dan in de volgende podcast aflevering. Dus ga die zeker luisteren. En ik ben natuurlijk zelf ook werkgever en ik heb ook wel eens moeten zorgen dat er een drempeltje wegging en zo. En dus het is helemaal niet zo verwonderlijk dat je niet zo alert bent op dit soort zaken wanneer je niet dagelijks met mensen met een handicap te maken hebt. En dus het gaat er niet om mensen iets te verwijten, maar om ze bewust te maken van wat ze wel zouden kunnen doen en dat ze veel langer kunnen profiteren van goede werkkrachten. Ja, dat lijkt me heel goed. We gaan het met Leontien bespreken. Ja, fijn. En er zijn natuurlijk heel veel luisteraars van deze podcast nu die denken van gaat die nog komen? Maar hij gaat zeker komen. De gouden tip van jou, Cor, voor iedereen die een verkiezing organiseert. Als jij één ding zou mogen noemen, wat zou jou iedereen willen meegeven die een verkiezing organiseert? De gouden tip is denk ik dat je moet zorgen dat de mensen die een award krijgen, dat die hem echt verdienen. Oftewel, dat ook al zou je 20 kandidaten voorgelegd krijgen en dat de jury eigenlijk vindt van, nou, de kwaliteit zou dit jaar eigenlijk wel eens wat beter kunnen, dan zou je eigenlijk ook het lef moeten hebben om hem in zo'n jaar niet uit te reiken. Hè? Want dat maakt dat mensen het idee hebben van, het is wel heel wat als je zo'n award krijgt. Dus die zelfdiscipline opbrengen, dat is denk ik heel belangrijk. Maar daarnaast, om dat te voorkomen, moet je zorgen dat je veel aandacht hebt. Dus veel kandidaten en een deskundige jury. En dan zou daar altijd wel een heel goed iemand boven moeten komen drijven die hem echt, echt verdient. Ja, dit zou bijna wel een duivels dilemma zijn, hè? Als je inderdaad
echt idee van, ja, die kandidaten zijn eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Want ja, dan, je vertelt net van, ja, we hebben wel 50 publicaties op basis van die verkiezing. Ja, die, mis je, die zou je dan ook missen. Dus ja, dat is zeker een dilemma. Maar in ieder geval, wat ik probeer te zeggen, zorg dat het geen wasseneus wordt. En dat je altijd heel serieus genomen wordt in wat je hiermee wilt bereiken. Want vertrouwen komt voet en gaat te paard. Hè? Absoluut, absoluut. Dus als het op een gegeven moment men eigenlijk denkt van, ja, nou ja, als zo iemand of zo'n organisatie een award verdient, dan hoeft het van mij niet meer. Nee. Dus probeer dat te voorkomen. Heel goed. Ja, je hele geloofwaardigheid overeind houden. Ja, ja, nee, ontzettend goede tip. En wat wij ook altijd tegen, in het verlengde hiervan, tegen organisatoren zeggen, is van waarborg je procedures. Hè? Bijvoorbeeld als je een vakjury hebt, stel een goed reglement op basis van waarvan de vakjury gaat beoordelen. Zorg dat daar inderdaad allerlei kwaliteitswaarborgen in zitten. Omdat ja, wij vinden dat ook een winnaar van een verkiezing is ook de ambassadeur van de verkiezing. Vaak een jaar lang. En die wordt inderdaad door radio en tv geïnterviewd. En die komt in de krant. En dat moet dan ook wel iemand zijn die helemaal terecht zo'n award heeft gewonnen. Ja, en zelfs op de hoogte niveaus gaat dat nog wel eens fout. Hè? Wat was dat in Amerika met een film award waarbij de verkeerde envelop getrokken werd of iets dergelijks. Dus Ja en er staan een aantal voorbeelden in het boek. Kijk, ik ga het onmiddellijk lezen ja, straks. Mooi. Ja, nee, hartstikke goed. Ja, Cor, ontzettend bedankt dat je vandaag hier met ons je kennis en informatie en inspiratie wilde delen over de Zeldzame Engel Awards. En ik denk, ook de luisteraars van deze podcast zijn nu op de hoogte dat deze verkiezing er is. En dat zouden inderdaad de komende jaren nog veel meer mensen moeten tegenkomen. Heel veel succes ook in de komende edities weer. Mochten wij ergens mee kunnen helpen, dan horen we dat graag. Dan zijn we altijd bereid om mee te denken met deze mooie verkiezing, omdat dit gewoon voor een heel belangrijk doel wordt georganiseerd. En neem het boek rustig door, daar staat ook allemaal inspiratie in. En dan zou ik zeggen, heel erg bedankt voor het delen van je kennis en inspiratie. Ja, en misschien gaat mijn leven op een gegeven moment ook beginnen als ik ooit een award heb gewonnen. Hè? Want nu is het toch niet begonnen. Nee, dus wie weet, maar ik vond het heel gezellig om te doen. Ja, hartstikke bedankt. Dank je wel, Cor. Je leven is pas, je leven is pas, je leven is pas begonnen, als je een award hebt gewonnen. Je leven is pas, je leven is pas, je leven is pas begonnen, als je een award hebt gewonnen.